Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Zoals jullie kunnen zien zit ik op dit moment in de auto, want wij gaan vandaag kijken naar een nieuw paard. En ik heb het in de vorige video al uitgelegd. Oh, er schijnt heel veel zon in mijn gezicht. Zoals ik in de vorige video had uitgelegd, zijn we op zoek naar een nieuw paard erbij. En vandaag ga ik er eentje bezoeken. We zijn er bijna over ongeveer 20 kilometer zijn we er. En dan ga ik jullie meenemen en dan ga ik laten zien hoe het paard eruit ziet. En ik ga hem ook rijden en dan ja, laat ik wel zien wat voor paard het is. Wat ik wel kan zeggen, denk ik, is dat het in ieder geval een 5-jarige is. En een ruin. En volgens mij of bruin of een vos. Iets in die richting. Hij is een schorrel, dus ik moet even kijken wat de kleur precies is. Maar het lijkt me een donkere vos. Maar dat zien jullie zo meteen ook wel. Maar we zijn er bijna en dan ga ik jullie alles laten zien. En ja, wegens privacy redenen van de eigenaren en van het paard, et cetera, noem ik niet waar we zijn, ook niet. Ook niet de namen van de mensen of van het paard. Maar ik ga jullie wel laten zien hoe dit paard eruit ziet. En daarna ook mijn mening geven. Voor zover ik mijn mening ook geef na één keer. Want ik denk dat we wel vaker gaan kijken als het iets is natuurlijk. Maar ik ga jullie meenemen. We zijn er nu bijna.
Hoi allemaal, daar ben ik weer. Ik ben inmiddels weer thuis en ik zit thuis met een ringlamp omdat het buiten donker is. Dus ik hoop dat ik niet overbelicht ben. Maar het zou best wel kunnen dat ik wel overbelicht ben, sorry daarvoor. Maar ik ben inmiddels weer thuis en we zijn bij de Vos geweest waar ik aan het begin van de video over vertelde. Ik heb wat beelden in de vlog gezet van hoe die loopt. Dus jullie hebben gezien hoe die eruit ziet. En ik leek me eigenlijk wel leuk om ook deze serie te starten om... Ja, ook wat meer behind the scenes te laten zien. Ik bedoel, hoe gaat het nou als je een paard koopt, als je een paard zoekt, noem maar op. En ik ga dan ook gewoon 100% mijn eigen mening geven. Nogmaals, ik noem geen namen van paarden, namen van mensen, stallen, plaatsnamen niet eens. Omdat ik gewoon niet wil dat ik iemand of een paard, als ik die negatief beoordeel, dat dat dan een reflectie heeft op die mensen. Want dit is gewoon mijn mening. Iemand of een paard dat ik fijn vind, kan iemand anders juist niet fijn vinden. En daarom zijn er ook zoveel paarden en zoveel mensen. En voor elk paard een klant eigenlijk, basically. En natuurlijk, voor sommige paarden heb je veel meer klanten dan voor anderen. Want iedereen wil wel een Totilas of een Londe of een Verdi kopen. Maar laten we even eerlijk wezen, we zitten niet in die categorie. Dus het is gewoon afwegen van wat past bij mij... En wat ik een beetje zoek is sowieso een jong paard. Dit paard was 5,5, die werd 6 in januari. En dat is voor mij wel de max. Op dit moment zoeken we echt een jong paard. Dus 3, 4, 5 jaar. Ja, of dan 6 uitzondering. Dus dat is sowieso waar we naar op zoek waren. En dan, als je het zo bekijkt, was die net iets aan de oude kant. Maar oké, het was wel gewoon de moeite waard om te kijken. Dus daarom zijn we er ook naartoe gegaan. En qua uiterlijk vind ik het een prachtig paard. Ik vind hem best wel lijken op Chilan qua looks en qua loop ook wel. Dus dat vond ik ook wel een pluspunt. Voor mij maakt het niet echt heel veel uit hoe ze eruit zien. Want kijk, als ze goed springen, dat is voor mij gewoon het allerbelangrijkste. Want ik wil wedstrijden rijden. Maar het is natuurlijk altijd fijn als je een paard hebt wat er mooi uitziet. Dus dat was een pluspunt. En qua rijden vond ik dat hij sommige dingen heel goed deed en andere dingen wat minder goed. Oftewel, sommige dingen deed hij heel fijn en sommige dingen deed hij minder fijn, naar mijn mening. En dit is een paard, nou, 5,5 jaar is die. Het is een 6-jarige vanaf januari, hoe wij dat een beetje in de sport zeggen. En hij had nog bijna nooit gesprongen, omdat de vorige eigenaren vonden dat gewoon niet nodig. Nou, natuurlijk helemaal prima, ieder zijn eigen manier. Maar toen ik er op sprong, was de derde keer waarschijnlijk, naar wat die nieuwe, de huidige eigenaren van weten, was dit de derde keer dat hij sprong. Super weinig natuurlijk. Maar ik moet zeggen, als je het zo bekijkt, deed hij sommige dingen wel echt heel goed. Ik merkte dat hij een beetje onzeker was soms naar de sprong toe. Bijvoorbeeld als we een keer een oksertje deden ineens, dan vond hij dat een beetje spannend. En als hij er een keer een foutje had gemaakt, dan wilde hij eigenlijk zo van toch een beetje de langs. Maar uiteindelijk deed hij het dan wel weer. Dus daarin voelde ik wat onzekerheid. Maar qua afstand en qua hoe hij naartoe liep, vond ik hem juist weer heel goed. Dat ik dacht van nou, hij voelt eigenlijk in dat opzicht niet meer groen, niet meer onwennig. En mijn afstanden die volgde ook heel mooi. Hij had redelijk goed ritme van zichzelf. Dus die afstanden zag ik wel heel goed met dit paard. Dus dat vond ik wel, dat ik dacht van nou, pluspunt, fijn. Maar hij was aan de andere kant wel nog onzeker. En hij moet echt nog... Je moet hem eigenlijk qua springen benaderen als een 3-4-jarige. En dat is helemaal niet erg. Dat is ook een keuze. Daarom zijn we ook naar dit paard toegegaan. Omdat je hem eigenlijk alsnog moet opleiden. Ondanks dat hij ouder is. En dat is wat ik heel graag wil. Wat ik heel erg leuk vind om jonge paarden ook op te leiden. Dus vandaar dat dat ons insteek is. Verder vond ik hem dressuurmatig in het begin een beetje onrustig in de aanleuning. Maar uiteindelijk wel heel fijn. En ik vond hem niet zo goed aan mijn been. En ik had dat ook besproken met die ruiter die hem daar reed. Dus het is niet dat ik nu dingen zeg die hij niet weet. Alles wat ik nu zeg had ik ook met die mensen besproken eigenlijk. Dus ik vertel sowieso geen dingen door waarvan zij niet willen dat ik het doorvertel, zeg maar. Maar in ieder geval, ik vond hem dus niet zo goed aan mijn been. En hij zei ook dat dat inderdaad nog beter moest worden. Maar als een paard niet aan je been is, dat is iets wat je gewoon heel makkelijk aan kan leren. Als een paard bijvoorbeeld sterk is in de mond, dat zijn dingen die lastiger zijn om aan te passen. Omdat sommige paarden hebben nou eenmaal meer een moeilijkere mond dan andere. Dat is gewoon zo. Maar als hij slecht aan je been is, gewoon een kwestie van opvoeden, even wat strenger zijn en vooral consequent zijn. Niet eens per se streng, maar consequent. Van ik geef been, dan moet je naar voren. En als ik terug wil, dan kom je terug. En dat zijn dingen die had hij gewoon nog niet heel erg bevestigd. Maar nogmaals, dat vond ik
dat vind ik niet erg. Hij sprong heel goed. De afstanden kwamen mooi. En de dingen die niet zo goed deed qua dressuur, dat zijn dingen die je aan kan leren. Hij had verder een fijne mond. De gangen waren goed. Eigenlijk wel een heel fijn paard. Het enige wat er lastig aan is dat hij dus zo weinig ervaring heeft en een beetje onzeker is. Maar goed, ja, dit is mijn mening over dit paard. Hoe we verder gaan, dat laat ik maar even voor mezelf. Dat zijn ook dingen die ik thuis bespreek, voor mezelf bepaal. Maar goed, heb ik jullie meegenomen in ieder geval hier naartoe. En ik ben ook benieuwd, wat jij van dit paard vindt. Heb je er iets aan dat ik zo mijn mening over een paard geef? En nogmaals, weet je, ik noem geen namen, dus jullie begrijpen wel dat ik echt niemand hiermee wil afvallen. Ook het paard zeker niet. Ik heb een hele positieve mening over dit paard. Maar ik vind het juist leuk om... Dit zijn eigenlijk dingen, vind ik, een soort van taboe of zo. Dat is misschien een beetje een groot woord. Maar als je een paard koopt, er worden wel video's gemaakt. Maar er wordt vaak pas een video gedeeld als je het paard daadwerkelijk hebt gekocht. En dan laat je alleen de beste video zien. En ik kan me best voorstellen, als jij geen ervaring hebt in het kopen en verkopen van paarden, dat je dan eigenlijk geen idee hebt hoe dat eraan toe gaat. En nou kan ik nog steeds niet dingen filmen van gesprekken met eigenaren of onderhandelingen. Weet je, dat soort dingen kan ik nog steeds niet filmen. Maar ik hoop nu wel, met een beetje beeld dat ik heb van het paard, in combinatie met mijn mening, hoop ik wel dat jullie een beetje zien van, oké, daar let Demi op. Of dit zijn dingen waar ik op kan letten. En nogmaals, het verschilt heel erg per persoon. Dus ik kan ook niet zeggen van, als een paard dit en dit doet, dan moet jij hem ook kopen. Want zo werkt het niet. Dit is gewoon mijn ervaring en wat ik fijn vind. Maar het zijn misschien wel dingen waar jij ook weer wat aan hebt. Of gewoon dat ik jullie iets meer een kijkje geef in, zeg maar, echt behind the scenes. En dat heb ik ook in mijn vorige video uitgelegd, dat ik daar wel wat meer naartoe wil in mijn kanaal. Dus ik denk dat dit wel een goede stap is. En ik ben weer veel te lang aan het praten. Dit was mijn mening. Dit was het tweede paard dat ik heb bekeken. Over de eerste komt geen video. Misschien ooit nog wel in een compilatievideo, maar daar komt geen aparte vlog van, want toen had ik nog niet bedacht dat ik dit wilde doen. Maar dit is dus het tweede dat ik heb bezocht. Ik heb jullie mijn mening gegeven en ik hoop dat je het interessant vond om te zien. En dan zie ik je graag bij een nieuwe video.